CBN Prime Alert van woensdag 29 april 2015. Uw aandacht voor de headlines. Megafront op plek 1 en NOP op 7 in Sipaliwini. Palu op 1 en Megafront op 11 in Paramaribo. EBS-werknemers zullen zich verzetten tegen benoeming Ridley. 39-jarige bromfietser, 20ste verkeersdode. Onderwijs en huisvesting belangrijk voor Aaron Dens. Man verwondt vriendin en zichzelf. Kwaadwilligen slachten geit van familie Gourbin. En 26-jarige mishandelt 70-jarige. Vandaag is wederom een belangrijk moment voor de politieke partijen die in de race zijn voor de verkiezingen van 2015. Vandaag heeft de loting plaats gehad om de volgorde te bepalen op de stembiljetten. En wij zijn er ook geweest bij het commissariaat van het district Sipaliwini, waar de loting heeft plaatsgehad. En we staan er nu met de heer Waldi Ajayso van Ajoen Combinatie. Heer Ajayso, op welke plek komt Ajoen Combinatie te staan? We hebben net nummer 3, hè? Dus nummer 3. We komen op het stembiljet nummer 3. Tevreden? Ja, toch wel. Maar iedereen zou wel mikken op 7, 1 en 7. Maar nummer 3 is heel goed ook. Ja, waarom 1 of 7? Ja, een aantal van mijn collega's gingen net vanuit van als we zouden uitgaan van zoveel zetels op het nummer wat je krijgt, dat is ook, ik prefereer het ook als ik ook 3 zetels mag binnenhalen. Maar nu dit ook bekend is, als jullie nu op het veld bezig zijn, nemen jullie dit ook mee naar de kiezers toe om ze te zeggen waar jullie precies staan op welk? Ja, dat doen we ook, want we moesten dat ook doorgeven van daaromtrent moeten we. Ik ben gisteren vanuit Sipaliwini gekomen om dit te doen. En als ik terug ga in mijn gebied, dan ga ik mensen dus beginnen uit te leggen van je moet telkens weer onthouden nummer 3, want die specimen is er niet. Maar dat ga je al direct meenemen om te zeggen tegen die mensen van onthoud nummer 3. En nummer 1 op het lijst, dan propageer ik mezelf. Ja. Heer Ajayso, in welke districten doet Ajoen Combinatie allemaal mee? We doen in 5 districten. Dat is Sipaliwini, Para, Wanika, Paramaribo en Tapanahuni. Ja. De loting voor Paramaribo is later op de dag. Hoe zit het in de overige districten? Ik weet het niet precies hoor, want ik kom net gisteren vanuit het binnenland en ik heb meer gefocust op dat van Sipaliwini. Later in de dag gaan we dus dan in het centrum en dan gaan we dus horen wat er allemaal uit de bus is gekomen. Ja. Wat zou je van hieruit toch wel dan aan de kiezers willen zeggen, nu bekend is dat jullie op plek 3 staan op de stembiljetten? Nou, het is heel goed, want ze hebben al doorgegeven dat iedereen, men gaat het dan in die dakbladen doen en jullie ook via de pers, dat iedereen het weet, want je hebt mensen in alle districten die dan toevallig in Sipaliwini moeten stemmen en als ze voor mij combinatie kiezen, dan moeten ze direct onthouden van nummer 3. Daar moeten ze stemmen voor Ajoen Combinatie en nummer 1 op het lijst. Daar stem je voor Ajayso Waldi. Dank u wel, heer Ajayso. Heel veel succes. Dank u wel ook. We staan er nu met de heer Leo Brunswijk van de Alternatieve Combinatie en vragen aan hem welke plek zij uit de loting hebben gehaald, heer Brunswijk. Nou, u heeft het zelf gezien, we hebben nummer 4 en Sipaliwini heeft 4 zetels, dus als je op nummer 4 staat, we zeggen je hebt recht op alle 4 zetels. Ja. Hoe belangrijk is het voor jullie nu dit bekend is om daarmee op het veld te gaan? Nou, het is zeer belangrijk, dan kunnen we onze mensen gelijk de juiste instructie geven hoe ze moeten stemmen en waar ze precies op de lijst moeten kijken. Ja. In hoeveel districten, kiesdistricten doet AC mee? Alternatieve combinatie, we gaan gewoon landelijk. Landelijk gaan we en wij gaan gewoon voor de 15 zetels. Ja, is het al bekend, of schoon Paramaribo later op de dag is het al bekend, hoe de lotingen naar andere districten zijn verlopen? Nou, ik ben hier en ik vertrek nu naar Paramaribo toe om daar ook een lot te trekken namens AC. Ja. Voor de kiezers is het altijd belangrijk om ze hierover voor te lichten? Het is altijd heel belangrijk om dat van tevoren te doen. Bijvoorbeeld Sipaliwini, dan vertrek ik morgen naar Stoermaseiland en dan heb ik daar een massameeting.
En dan ga ik de mensen dus allemaal uitleggen hoe het zit en waar ze moeten kijken op onze lijst. Ja. Wat is de politieke sterkte van AC in het binnenland, of in Sipaliwini? Nou, ik wil het hier niet zeggen. Ik wil je uitnodigen om morgen naar mee te vliegen naar Stoelmaaseiland. Dan ga je daar zien wat, hoe sterk AC daar is. En als je mij vraagt, we nak den voor. Daarom hebben we de vierde plaats. Dankjewel, heer Brunswijk. Check. We staan er nu met DC Armand Jurel van het district Sipaliwini, waar wij ook de loting hebben gevolgd. DC, alles is rechtig verlopen? Ja, heel transparant. Ik denk u hebt kunnen waarnemen dat wij een glazen bol hier op tafel hebben gezet. En dat iedereen in de gelegenheid is gesteld, en als ik zeg iedereen, dan heb ik het over de diverse politieke partijen die zullen in Sipaliwini aan de verkiezingen zullen deelnemen, dat de vertegenwoordigers in de gelegenheid zijn gesteld om een lot te trekken. En het is heel transparant toegegaan. Ja, maar hoe heeft de volgorde plaats gehad van wie als eerst mocht trekken? Nou, we hebben voorin een tafeltje gelegd waarbij de mensen de presentielijst moesten tekenen, diverse politieke partijen, de vertegenwoordigers althans. En daar was er ook een schaaltje met loten erin. En dat mochten ze trekken. En ze zijn gaan zitten en toen werd het nummer afgeroepen. Toch? We hebben dus niet ervoor gezorgd, was dat bij willekeur dat wij iemand zouden oproepen. Ze hebben een nummer vooraf getrokken om dan in aanmerking te komen als nummer 1, nummer 2, nummer 3 en volgorde. En zo hebben we het afgeroepen om een lot te komen trekken. Dat is heel democratisch. Ja. Is het een taak van nou het commissariaat om dit gegeven door te spelen? Of zijn er vertegenwoordigers geweest van OKB of CHS? Nou, ik heb OKB hier niet gezien. CHS heb ik ook niet gezien. Maar het is inderdaad een, laat me zeggen, een actie die het hoofdstembureau zal moeten ondernemen conform de kiesregeling. Moeten zij contact met jullie opnemen of gaan jullie de informatie, dit gegeven nu, moeten doorspelen? Nee, dit gaan wij doorspelen, mm-hmm, aan ze. Ja, ofschoon u verder hiermee niets te maken hebt, begrijp ik dat de partijen toch wel willen gaan voor nummer 1 of nummer 7. Mm-hmm. Kent u de gedachte daarachter? Nou, ik kan me wel voorstellen, ja. Als je nummer 1 bent of nummer 7 is het eye-catching. Maar zoals de wetgever dat heeft toebedeeld aan de mensen, het staat er gewoon dat het bij loting zal moeten geschieden. Maar de gedachte daarachter is, ja, als je nummer 1 bent of nummer 7, dat ja, iemand eerder geneigd zal zijn om op nummer 1 te gaan kleuren. Maar natuurlijk, de bevolking zal kunnen lezen. De bevolking zal een foto zien. En ik denk dus dat men niet zo geneigd zal zijn om direct op nummer 1 te stemmen. Maar het heeft een psychologisch effect, ja. Nummer 1 en 7. Het lijkt een beetje makkelijk voor de mensen. Het zou prettig zijn als je nummer 1 was of nummer 7. Maar ik denk dat dat niet zo zal lopen natuurlijk. Ja. Burgervader, hoe loopt het met de verstrekking van de oproepingskaarten in uw kiesdistrict? De verstrekking loopt tot nog toe redelijk tot goed. In Tapanahoni, ik kreeg dagelijks natuurlijk het verslag hoor. In Tapanahoni, waar gaat het nogal langzaam? Waarom? Ik denk de oorzaak daarvan is de uitgestrektheid van de diverse dorpen in het Tapanahoni gebied. Is nogal ver. En als de colporteurs daar aankomen, blijkt het ook dat de mensen misschien naar een kostgrondje zijn gegaan. En dat maakt dus dat het een beetje langzamer gaat. Maar dat is geen nood. Na 3 mei zullen we evalueren. En na de evaluatie kan het zijn dus dat we een tweede ronde inlassen om de mensen te sturen om de verschillende kaarten te bestellen. Maar dat is ook weer geen nood als het niet lukt, omdat er zal dan weer een tweede evaluatie komen en de stemkaarten zullen ter beschikking worden gesteld voor de diverse voorzitters van de stembureaus op de verschillende, of in de verschillende resorten.
En als we iemand gemist hebben, kunnen ze altijd naar die voorzitter gaan en vragen, zeg, mag ik mijn stemkaart? Natuurlijk als ze zich gelegitimeerd hebben. Ja, hoeveel oproepingskaarten worden verstrekt in uw kiesdistrict? Het gaat om ongeveer 20.000 oproepingskaarten, hoor. Behoorlijk veel. Ja. Het gaat om de stemgerechtigden, toch? De kiesgerechtigden. Dank u wel, DC Gira. Graag gedaan, hoor. Ja. Na de trekking van de loting in Paramaribo, kiesdistrict 1, ziet dat de plaatsing er als volgt uit. A, C op plek, laat ik het in volgorde voor u houden, kijkers. Palu op nummer 1, Ping op nummer 2, dan hebben we de NOP op plek nummer 3, op plek nummer 4 hebben we ANC, V7 op plek nummer 5, APS, dat is Amazone Partij Suriname, op plek nummer 6, Alternatief Combinatie op plek nummer 7, NDP op plek nummer 8 en op plek nummer 9 hebben we DOE, DRS op plek 10 en Megafront op plek nummer 11. Na de trekking hadden wij een vraaggesprek toch wel met de verschillende partijtoppers. En we voeren u naar het moment van de trekking als ook naar de vraaggesprekken met de verschillende partijtoppers. Nummer 4. Een nieuwe combinatie, u komt op nummer 4. Yes. Nummer 6. Nummer 6. Nummer 9. Nummer 9. Nummer 9. Nummer 3. Op de lijst nummer 3. En dan 4-7. De loting die heeft er ook plaats gehad in kiesdistrict 1, Paramaribo. En wij van TBN Prime Alert waren ook aanwezig. De DRS die heeft er plek nummer 10 gehad. En we staan er met mevrouw Claudette Etnel, die toch wel mocht trekken namens DRS. Blij met plek 10? Ja, zeker weten. Het is gewoon, hoe ga je het promoten? En hoe gaan jullie dat promoten? Nou, we gaan natuurlijk al onze fantasie en al onze kracht erin stoppen, want 10 is uitmuntend. Ja. Het is altijd toch wel belangrijk voor de kiezers dat ze wel weten waar jullie staan, hoe er gestemd moet worden. Ja, natuurlijk. Dus natuurlijk gaan we nu promoten lijst nummer 10 Paramaribo en in Wanica is het lijst nummer 2. Jullie zijn er in 2 kiesdistricten? Ja, Wanica en Paramaribo. Dus Wanica is het lijst nummer 2 en Paramaribo is het dan lijst nummer 10. Ja, dus jullie hebben niet veel uit te leggen? Helemaal niet. Ze kunnen het echt niet missen. Ja. Hoe is het met DRS op het veld? Heel goed. Ik mag zeggen heel positief. Zelfs als je gaat, je ziet vlaggen daar, dat houdt ons niet tegen. Integendeel worden we geroepen door de mensen van, hey, hoe kun je er nog een takje, want we zweven. En hoe takje, dat kun je hem zweven in landen. En natuurlijk, het gaat heel goed. Ja, we begrijpen vandaag uit mediaberichten dat de politieke partijen toch wel nu een andersoortig campagne voeren, huis aan huis. Is dat ook hetzelfde bij DRS? DRS er vanaf dag 1, vanaf we begonnen zijn met onze campagne, zijn we vanaf dag 1 op straat. We willen volgens mij echt de enige die echt zichtbaar was midden in de stad. Daar zijn we begonnen. En daarna zijn we de wijken ingegaan, strategisch uitgezet. En dat zetten we gewoon voort. En we hebben gezien dat dat werkt. Ja. Geen grote campagnes, ik bedoel massameetings en zo voor DRS? Nee, geen massameeting. De massameeting is de laatste. Laatste vloot is massameeting. Maar voorlopig doen we het huis aan huis. En wanneer we de mensen hebben, dan doen we ze uit partijcentrum. En dan sluiten we ook onze campagne af. Nu jullie weten dat jullie in Paramaribo op plek nummer 10 staan, welke oproep doet u dan van hieruit naar het kiezersvolk, mevrouw Etnel? Ik doe het op om te stemmen in Paramaribo op lijst nummer 10, DRS, no stress. En in Wanica roep ik ze op te stemmen op lijst nummer 2, ook to no stress, DRS. Dankjewel, heel veel succes. Ja, dankjewel. Prinswijk, we ontmoeten u nu bij kiesdistrict 1 Paramaribo. En we begrijpen dat jullie u getrokken hebben, nummer 7, blij ermee. Heel blij ermee. Nummer 7, een week heeft 7 dagen en wij hebben... Je weet het steeds anders te verwoorden, Sipali, nu verwoorden je het anders.
Ja, dat klopt. Kijk, bij Sipali Unie hadden we een andere strategie. Daar is we gaan voor 4 zetels. En nummer 7. Ik heb meneer Brunswijk blij gemaakt. Hij is op 7 jaar. Dus. Okay. Geen 7 zetels? Wij gaan voor de 7 zetels. Dank u wel, heer Brunswijk. Oké. Check. Heer Ramsunder Jou, Pink-voorzitter, plek nummer 2 op de lijst in Paramaribo. Blij ermee? Ja, zeker. Zeker. Waarom blij met 2? Nou, 2 valt direct op bij de mensen als ze gaan moeten stemmen, toch? Ja. Ja. En in Paramaribo gaan jullie alleen maar de blauwe lijst aan de mensen moeten verkopen? Ja, de blauwe lijst, ja, dat is een goede opmerking. Alleen de blauwe lijst, ik kan niet eens vragen. Dat, jullie hebben geen RRNDR, hè? Nee, geen RRNDR. Die is door de president. Die zijn door de president afgewezen. Ja. Hoe wordt het dan nu bij de campagnevoering, nu bekend is dat jullie in Paramaribo op 2 staan? Wat gaan jullie nu aan de mensen zeggen, promoten? Ja, dus dat moeten we nou flink gaan promoten. Hè? De mensen kenbaar maken dat we op nummer 2 staan. En dat ze op 2 gaan stemmen. Natuurlijk, we gaan het moeten doen. Ik denk dat we het ook in de kranten zetten, via de radio, noem maar op. Ja. Waarmee zijn jullie bezig? We lezen via mediaberichten dat huis-aan-huis campagnes nu erg populair zijn onder de politieke partijen. Ja. Ja, het is heel populair, ja, maar het is kort dag. Dus ik weet niet hoeveel huizen je gaat kunnen bezoeken in die 3,5 week. Wat is dan de werkwijze van de Pink? Nou, wij gaan ook proberen bij een paar buurten naar een paar buurten te gaan. Maar onze strategie is meer televisie en radio. Helemaal duidelijk, heer Jou. Dank u wel. Dank u wel. Heer Raju Bikari van Megafront, plek nummer 11 in Paramaribo. Blij met 11? Ja, absoluut. We zijn blij met 11. Dat is een heel gunstige positie. Heeft de informatie u bereikt hoe het is in de overige kiesdistricten, welke plekken jullie hebben? Nee, het is mij nog niet duidelijk. Ik moet nog even afstemmen met de mensen. Ja. Hoe zal de campagnevoering nu zijn in Paramaribo, nu jullie weten dat jullie op 11e plek staan? Nou, we zijn al een tijdje bezig met onze campagne. Vooral die huis-aan-huis bezoekjes. Mm-hmm. En die kleine vergaderingen die we hebben, u weet, wij organiseren geen grote massameetings en dat soort van die zaken. Maar we hebben een goede touch met de samenleving en ik denk dus dat het wel heel goed gaat. Ja. En nu dit bekend is, gaan jullie dit sowieso ook aan de mensen doorgeven? Ja, absoluut. Het is nu heel erg belangrijk om de mensen aan te geven, dus dat ze in Paramaribo moeten stemmen op de lijst, helemaal uiterst rechts. Dat is heel makkelijk. Helemaal duidelijk. Heer Raju, dank u wel. Veel succes. Ja, graag gedaan. Dank u wel. Heer Pichot, u hebt de lijst mogen trekken namens, of de lot mogen trekken namens V7. En u hebt plek 5 gehaald. Blij ermee? Ik ben zeer blij met plek 5. U weet, het getal 5 wordt in alle vormen, zelf op onze via binnenlandse zaken zie je 5. Ja, de NDP is nog met voor 5. Ja, V7 komt voor 5 jaar en gaat niet voor 5. Wij komen voor 5 jaar, dus... Het is precies, als je het bekijkt, van 11 partijen is het ongeveer in het midden. Dus wij zijn heel blij met het getal 5. Waarom is plaatsing op de stembiljetten toch wel zo belangrijk voor de politieke partijen? Dus het gaat om de makkelijkheid om je kiezers uit te leggen waar ze moeten stemmen. Je moet een pakkende slogan hebben om de mensen te wijzen van... Ja, in dit geval zeggen we je Lukulitna Mindri, PSJ 5, ja... Je hebt vijftapding, stembiljet. Dus het gaat om de makkelijkheid van het uitleggen naar je kiezers toe. Ja, ik heb begrepen dat men toch wel vaak genoeg gaat voor de eerste of de laatste plek op zo'n lijst. En ik heb begrepen dat jullie voor ongeveer 3 districten toch wel een heel goede plek hebben gehaald. We hebben voor 4 districten hebben we een eerste plek weten te behalen. En welke plek je ook hebt in het district, je zal moeten gaan voor je, om de kiezers te motiveren, uit te leggen waar ze moeten stemmen. Huis aan huis, en dat is onze taak waar we nu voor staan. De plaatsing is bekend. We beginnen zondag met de massameetings van V7. Dus het is aanpakken geblazen nu. Ja, we begrijpen dat de huis aan huis bezoeken die thans erg populair is onder de politieke partijen of combinaties. Doet V7 ook daaraan mee? V7 is al een tijdje bezig huis aan huis bezoeken af te leggen. En we gaan dat intensiveren. We wachten op het nummer. En nu krijgen we hopelijk vandaag of morgen kopie stembiljetten van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zodat we de mensen goed kunnen uitleggen hoe ze moeten stemmen. En via u wil ik dan ook de mensen oproepen om te gaan stemmen. Blijf niet thuis. Hoe meer mensen stemmen, hoe beter het is voor ons. Helemaal duidelijk, heer Pichot. Dank u wel. Oké, dank u.
het personeel van de energiebedrijven Suriname, de EBS, die is helemaal verhit tegen de benoeming van de heer Giovanni Ridley tot directeur van een van de opgerichte nieuwe bedrijven binnen de energiebedrijven Suriname. Vandaar dat we zitten op kantoor bij OWAS-voorzitter, de bondsvoorzitter, de heer Steve Geerlings, en aan hem vragen waarom in feite het personeel toch wel tegen de benoeming is van de heer Giovanni Ridley. Heer Geerlings. Laat me u zeggen, we hebben niks persoonlijk met de heer Ridley. Toch? Meneer Ridley is pas in het bedrijf. Meneer Ridley heeft bij de magazijn gewerkt, niet bij de centrale. We hebben binnen de organisatie mensen die te deskundig zijn, die langer dan 10 jaar bij het bedrijf hebben gewerkt. En dan vragen wij af waarom die mensen niet in aanmerking komen voor die functie. Als een hoofdverantwoordelijk van de OOS is het ook onze taak om te kijken naar de rechtvaardigheid van de medewerkers binnen de organisatie. Daarop komen wij op. We begrijpen dat de heer Giovanni Ridley schoonzoon is van NDP-topper, de heer Ramon Abrahams, ook tevens ex-minister. Ziet u dit als een politieke benoeming? Ja, het is een politieke benoeming. Je moet rekening houden als men van de functie dat meneer Ridley binnen de organisatie heeft. En dat hij direct wordt benoemd als directeur. Dan kan je zien dat het een politieke functie is. Ja. En jullie zijn tegen politieke benoemingen. Kunt u zeggen dat de politiek toch wel een dikke vinger heeft voor wat de EBS aangaat? Ja, dat heeft de afgelopen jaren plaatsgevonden binnen dat bedrijf. Dat bedrijf, ik ben al 30 jaar bij de EBS. De EBS heeft zijn piekperiode gehad voor mensen die zelf van het bedrijf directeur zijn geworden. Alle mensen die van buitenuit zijn gekomen en in het bedrijf zijn, hebben in feite het bedrijf in feite niet de posities gegeven op grote wat er in feite wat het is. Het is bergafwaarts gegaan met het bedrijf. Ja. Dat gezegd hebbende, hoe financieel gezond is dan de EBS, heer Geerlings? De EBS staat er momenteel heel moeilijk voor, mm-hmm. financieel, omdat er ook langer dan 15 jaar de rekening ook niet verhoogd zijn. Dus financieel staan ze er in feite helemaal moeilijk voor. We begrepen dat er onlangs toch wel wat verhogingen doorgevoerd zouden worden. Voor zover u dat weet als bondsvoorzitter, hoe zit het daarmee? Ik heb vernomen dat het op de tafel van de VP zit en heeft het tegengehouden. Ja. Ja. Maar is het toch wel belangrijk dat die verhogingen komen? Ja, het is belangrijk voor de organisatie. Je moet rekening houden als je wat verkoopt. En het moet een 10 cent verkocht en je verkoopt het in feite 2 cent. Dan heb je gat van 8 cent en dat speelt er in feite met de EBS. Mm-hmm. Ja. We begrijpen dat er ook wat zaken zijn voor wat de bond aangaat en de werknemers, dat vooral van de pensioenen. Kunt u dat even nader verduidelijken? Omdat de EBS in feite financieel niet sterk staat, mm-hmm. is men langer dan 15 jaar in de gelden van de werknemers gegaan. Gelden wat de werknemers hebben opgebouwd. Dat loopt in de miljoenen. Van laten wij zeggen als vakbond dat we onze geld willen hebben. Als wij niet optreden, zijn we richting Marienburg-Bruinsheel. En dat willen we niet hebben. Vandaar dat we een schrijven hebben gestuurd naar de directie. Met een ultimatum dat we willen weten wat met onze gelden. Dat we onze gelden gestort willen zien bij de pensioenbestuur. Vandaar dat er in feite een schrijven uitgegaan is. Ja. Maar wat zal de bond dan in deze doen? Of hebben jullie uw stem wel al laten horen als bond? Ja. We wachten gewoon even af. Tot heden hebben we in feite nog niets gehoord. De ultimatum loopt 4 mei af. Wij hebben onze ALV 8 mei. En als bond, zijn jullie er een voorstander van dat er toch wel, naar wat we begrijpen, 4 nieuwe bedrijven of 4 nieuwe NV's opgericht zullen worden? Laat me zeggen dat de directie en de managementteam bezig is daarmee. Er werken bijna 100 mensen daaraan. Wij gaan voor de afsplitsing, maar we zijn geen voorstander van NV's. Begrijpt u? De werkgroep is bezig. Ik wil de politiek vragen dat ze in feite met de directie in contact treden wat de mensen hebben uitgewerkt, mensen die in feite in het bedrijf werken en ook deskundigen daarbuiten.
Maar je moet rekenen houden, de politiek wil hun ding doen. En men telt in feite de directie niet voor de plannen wat, in feite wat ze hebben uitgewerkt. Ja. Maar wie heeft er voordelen hieraan? De gemeenschap, EBS, de werknemers? Je kan hebben dat er een... ik wil even kijken vanuit de overheid toe wat ze hebben uitgewerkt. Want ik ben daarvan in feite niet op de hoogte. Maar je kan hebben dat wij als werknemers van de EBS de volledige kant kan zijn. En ook de samenleving. Want je moet rekenen houden, als er NV's worden opgericht, wie gaat zitting nemen in de NV's? De mensen gaan bepalen hoeveel je gaat moeten betalen voor stroom. Wij van de EBS, het moet altijd nog in de boezem zijn van de overheid om de zaak te controleren. Als je dat in feite openhoudt voor zoveel NV's waar er mensen kapitaalkrachtige zitting gaan nemen, dan gaan ze bepalen wat de prijs gaat zijn voor de stroom. En dan kan het in feite een beetje nadelig aflopen voor de samenleving. Maar de bond is wel voorstander van een open markt? De bond is ook voorstander van een open markt, ja. Ik proef zo'n beetje uit uw woorden, heer Geerlings, dat de bond in toch veel zaken niet betrokken wordt? En dat helemaal niet. We zijn in feite helemaal niet betrokken. En we moeten alles via de pers en via de kranten berichten. En vandaar dat we in feite ook onze standpunt hebben. Ja, maar vindt u dat toch wel een kwalijke zaak? Ja, want de bond is in feite een sociale partner voor de werkgever. En je moet rekening houden als de bond er niet geteld wordt. Dan vraag je af, wat gebeurt er met de werknemers? Ja, ja. En voor wat de heer Giovanni Ridley aangaat en de pensioenen, welke taak is er dan in deze weg gelegd voor de bond? Wij wachten gewoon even af. En, dat is wat ik al eerder zei. De directie moet me laten roepen om mij uit te leggen en mijn bestuur, als er al gelden gestort zijn, hoe gaat men in feite de openstaat de rekening betalen? Want als de werknemers nu met pensioen, is hun pensioengeld niet gegarandeerd. Dat willen we afwachten. En qua de nieuwe NV's wat men heeft opgericht, daarvan ben ik ook niet zoveel op de hoogte, precies in de krant. We wachten gewoon even af. Het enige wat ik al eerder heb gezegd, we hebben binnen de EBS deskundigen die wij kunnen voordragen om deze soort van posten te bezetten. Ja. En on the long run, zoals u de situatie nu schetst binnen de EBS, wie zal de rekening gepresenteerd krijgen? De EBS of de gemeenschap? Ik denk dat als die mens doorgaat met dat de samenleving de rekening gaat krijgen. Het enige wat met wij gaan gebeuren met de EBS is dat men in feite bezig is het bedrijf op zo'n manier kapot te maken. Nee. En dan worden wij als werknemers ook aan de verliezende kant. Politiek heeft EBS nooit of helemaal niet gezond kunnen maken? Nee. Voor de 30 jaar wat ik bij de EBS ben, voor de mensen die de politiek naar hier gestuurd heeft, en, heb ik altijd mijn vraagtekens gezet. De mensen die binnen de organisatie zijn doorgestroomd naar de hoge posten binnen de, EBS is beter gedaan dan in feite wat het in feite vandaag aan de dag is. Ik mag wel zeggen dat de directie die nu aanzit wel zijn uiterste best doet. Ik mag dat niet joggen. De directie die nu aanzit, als deze directie er was vanaf het begin 2010, okay, de team dat er nu is, was de EBS vandaag veel verder dan wat het in feite vandaag aan de dag is. Dat moet ik wel zeggen. Zegt de bond ook dat de politiek liever ver afblijft van EBS? De politiek mag inspraak hebben, maar men moet een beetje ver blijven van het bedrijf. Ja. Nee, helemaal duidelijk, heer Geerlings. Dank u wel nogmaals en we blijven dit volgen en kijken wat er zal gebeuren met de EBS. We blijven ook volgen. Ik zou zeggen nog hartelijk bedankt en een prettige dag verder. Bij een aanrijding dinsdagavond tussen een bromfiets en een voertuig is de 39-jarige LP komen te overlijden. De aanrijding vond plaats op de kruising van de Gompert en de Copernicusstraat. Een duo-rijder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. LP was al overleden toen hij naar het ziekenhuis werd vervoerd. De publiciteitsdienst van de politie bevestigt het ongeval
en deelt mee dat LP de 10e bromfietser is die dit jaar in het verkeer is omgekomen en ook de 20e verkeersdode is. Kijkers, vandaag laten wij u nader kennis maken met mevrouw Merlin Arondens van Doe. En zij staat gekandideerd op plek nummer 2 en wel in Paramaribo. U hebt de afgelopen periode gezien dat we steeds verschillende kandidaten van de verschillende politieke partijen en of combinaties aan u presenteren. Zo ook vandaag mevrouw Arondens. Wie is mevrouw Merlin Arondens? Nou, ik ben van beroep ben ik docent geschiedenis. Ik ben geboren op 15 oktober 1959. Ik ben getrouwd en ik heb 1 dochter. Ik ben al 15 jaar lid van de politieke partij Doe. En is Doe je eerste politieke huis? Nee, als tiener was ik lid van NPS Jongeren. Dus tiener. Ja. En waarom voelt u zich helemaal betrokken bij Doe? Ik voel me betrokken bij Doe om verschillende redenen. We hebben een pro-Suriname benadering. Dat wil zeggen, alle initiatieven die goed zijn voor Suriname, of ze nou van ons komen of van anderen, die worden door ons ondersteund. Niet alleen met de mond, maar ook actief. Een andere reden waarom ik me betrokken voel bij Doe, in de statuten van Doe is geregeld hoe vrouwen en jongeren progressie moeten maken in die organisatie. En het is ook geregeld bijvoorbeeld dat iemand geen 40 en 50 jaar één positie kan bekleden. Je moet wisselen, je moet schuiven, er moet doorstroming zijn. Dat zijn alvast 3 redenen waarom ik kies voor deze partij. Een andere belangrijke reden is dat onze partij de enige partij is die een commissie van ethiek en integriteit heeft. Dat wil zeggen, als je geïnteresseerd bent in bestuursfuncties, als je geïnteresseerd bent in openbare functies, dan kom je bij zo'n commissie van ethiek en integriteit en die gaat wat onderzoek naar je doen. Je moet dus weten dat als je met Doe in zee gaat, dat je ethiek en integriteit in je moet hebben, dat je het steeds moet blijven bewaken en ontwikkelen. Merkt u dat Doe de afgelopen jaren toch wel sterk is gegroeid, maar ook met name in Paramaribo? Ja, Doe is gegroeid. Niet alleen in Paramaribo, we doen in 6 districten mee. We hebben aanwas van nieuwe leden, constante aanwas van nieuwe leden. De partij is gegroeid en groeit nog steeds. Ja. We hebben ook onze achterban van de vorige keer stevig behouden. Als je kijkt naar de peilingen, staan we nog, geven de peilingen aan dat we op 1 zetel staan. Dat wil zeggen, we zijn stabiel. Maar de groei is ook duidelijk zichtbaar. We doen nu in 6 districten mee en iedere dag sluiten mensen zich aan als lid van onze partij. Niet gewoon lid, maar ook om actief betrokken te zijn. Ja. Tijdens deze verkiezingen, wie zijn toch wel de doelgroepen waarop jullie toch wel nadruk leggen? Oké. We zijn gefocust op jongeren. We zijn gefocust op ondernemers. We zijn gefocust op vrouwen. We zijn gefocust op mensen met een beperking. Eigenlijk hebben we een nationale scope waar geen enkele groep echt buiten valt, maar wij gaan voor integraal beleid. En wanneer je zaken integraal aanpakt, dan neem je vaak groepen dezelfde tijd mee. Toch? Als je bijvoorbeeld zegt, je gaat onderwijs en sociale zaken en sport koppelen, dan heb je direct verschillende doelgroepen die je bedient. Koppel je weer toerisme, economie, dan heb je weer andere groepen die je bedient. Dus onze focus is gericht op alle groepen. Maar nadrukkelijk kijken we naar gendergelijkheid. We kijken naar goede kansen in het onderwijs. We kijken naar mensen met een beperking. En we willen vooral dat alle Surinamers het recht van wonen beleven. Dus er moet transparantie zijn in hoe komen mensen aan een huis. En is waar zij wonen alles wat ze nodig hebben om te kunnen leven. We zullen er 1 uitlichten, mensen met een beperking. Wat willen jullie specifiek gaan doen voor de mens met een beperking? We willen zorgen dat de mensen met een beperking gelijke kansen hebben. Het zijn Surinamers. En als je gezichtsvermogen niet goed is of je gehoor niet goed is, wil dat niet zeggen dat er iets met je verstand aan de hand is. Die mensen met een beperking zijn Surinamers en ze hebben recht op gelijke
gelijke kansen en een volwaardige behandeling. En dat is uitgebleven de afgelopen jaren. En wij willen die ongelijkheid opheffen. Wij willen dat die mensen hun recht om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname optimaal kunnen beleven. Er zijn zoveel technologische ontwikkelingen die ondersteuning kunnen brengen om in hun beperking een nuance te brengen. En we moeten die dingen aanschaffen en we moeten met bedrijven praten. Zij moeten die instrumenten in huis hebben waardoor iemand die het gezichtsvermogen niet heeft of die slecht hoort of slecht, dat die persoon normaal kan participeren. Want die instrumenten zijn er. Die mensen hebben recht om volwaardig deel te nemen in de ontwikkeling van onze samenleving. Mevrouw Arendens, als u gekozen mocht worden, wat wilt u zelf gaan betekenen dan voor land en volk? Wat ik wil gaan betekenen voor land en volk is vrij breed, maar ik zal gewoon twee dingen voor u noemen. Ik wil zorgen dat de kansen die wij hebben in het onderwijs, de kansen die we onze kinderen bieden, dat ze gelijk zijn. Ik wil zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs bewaakt, want het is schrikbarend, de ongelijkheid dus. Toegang tot onderwijs is er, maar niet iedereen krijgt dezelfde behandeling binnen het systeem. En dat is ongehoord. Kun je een voorbeeld aangeven? Er zijn nog te veel kinderen met een lange loopbaan en ze komen uit bepaalde gebieden, een lange schoolloopbaan. Te veel kinderen blijven nog zitten. 1, 2 keer in de eerste, 2 keer in de tweede, 2 keer in de derde. En dan verliezen we die kinderen gewoon. En dat betekent dat de kansen van het onderwijs niet goed zijn en dat de kwaliteit niet goed bewaakt wordt. Dat is iets waar ik me voor wil inzetten. Verder wil ik me inzetten voor huisvesting. Want er zijn huisvestingsprogramma's uitgevoerd, maar er is een groep die niet voldoet aan de eis van de bank, die niet voldoet aan geen enkele eis, dat zijn de mensen aan de rand van de samenleving. En voor hun voorziet het programma niet. Zij wonen nog steeds met 3 en 4 gezinnen in 1 huis. Hun inkomen is niet voldoende om te voldoen, passen in geen enkel programma. En dat ziet men over hun hoofd heen. Maar wanneer we mensen, wanneer we Surinamers zo behandelen, dan moeten we straks niet klagen over criminaliteit en zo. Dus er moet een sociaal programma komen waar gezinnen worden ondersteund. Waar deze mensen worden opgemerkt en er een manier, bijvoorbeeld van zelfbouw wat er vroeger was. Zelfbouw. Dan kunnen ze zelf werken aan een groeiwoning. Dat is het enige wat ze moet geven, een perceel, het materiaal. En ze kunnen zelf werken aan een groeiwoning. Want dat sommige mensen slecht verdienen in dit land, is ook de manier waarop we het land organiseren. Dan blijven mensen altijd onder de grens van verdienen, omdat we de koek niet eerlijk verdelen. Mevrouw Arendens, welke oproep zou je dan van hieruit willen plaatsen naar het kiezersvolk, maar met name het kiezersvolk van Paramaribo? Ja. Ik wil de kiezers van Paramaribo vragen om goed na te gaan wat de DOE-fractie betekend heeft voor Suriname in de afgelopen 5 jaar. Ik wil hun vragen om de bijdrage van DOE, dus dat wil zeggen het aantal leden van de DOE-partij in de assemblee, te laten toenemen. Ik wil hun aangeven dat DOE heeft aangedrongen op de anticorruptiewet, dat zij zelf 8000 Surinamers, voornamelijk uit Paramaribo, hebben getekend dat die anticorruptiewet komt. Het is uitgebleven, maar de DOE-partij maakt zich sterker voor. Vermeerdert u het aantal fractieleden van DOE en de garantie dat de anticorruptiewet wel wordt aangenomen, dat is wat we u geven. Want waarom willen we dat die anticorruptiewet wordt aangenomen? Corruptie zorgt ervoor dat u arm blijft. Corruptie zorgt ervoor dat u geen werk heeft. Corruptie zorgt ervoor dat uw kinderen afstuderen en ze toch geen baan kunnen vinden. Corruptie zorgt ervoor dat uw kinderen op het crimineel pad komen. Wil u dat al deze problemen worden aangepakt, vermeerdert u het aantal zetels van DOE in de Nationale Assemblée. Dank u wel. En meneer Karel Breveld voor president. Karel Breveld is beschikbaar voor elke functie, dus ook die van president. Mevrouw Arendens, heel hartelijk dank en heel veel succes toegewenst. Dank u wel. Dank u wel. Ook bedankt voor de gelegenheid. Ja.
De 22-jarige AJ heeft de 31-jarige KR, die zijn vriendin is, steekverwondingen toegebracht. Dit gebeurde vanochtend aan de Wilhelminastraat. AJ bracht zichzelf ook steekverwondingen toe nadat hij zijn vriendin verwondde. De publiciteitsdienst van de politie zegt dat beiden in kritieke toestand per ambulance naar het ziekenhuis zijn vervoerd. De politie vermoedt dat het stel problemen in hun relatie had. Kijkers, we komen vanuit de Wayamuweg en er zou zich iets hier hebben voorgedaan. Toch wel een beetje een onsmakelijke zaak wanneer u toch wel dagelijks bezig bent om op een eerlijke manier uw brood te verdienen door aan landbouw, veeteelt en visserij te doen. Of laten we zeggen bij deze familie landbouw en veeteelt en dat anderen op een makkelijke manier hun slag willen slaan. Vandaar dat we staan met de heer Vijay Kumar Chotu en hij is de vader van mevrouw Gurbin Chotu, waar dat zich heeft afgespeeld. Meneer Chotu, wat is er precies gebeurd? Nou, gistermorgen heeft mijn schoonzoon zijn geiten hier laten gebonden om te grazen. En ze zijn naar werk. Mijn dochter werkt bij BIP in school. Anton Drachten, Anton Resita school. En mijn schoonzoon werkt bij waterleidingen. Dus, in de buurt van 10 tot en met 1 is één van de bok van hun geslacht in de buurt van 20 kilo. Dat was een waarde van 1500 gulden. En is nergens te zien. En bloedsporen kan je hier duidelijk zien. En waar het getrokken is, het is duidelijk zichtbaar. En de politie wil hierin dat ik, dat of wij, een getuige moeten brengen. Van waar zullen we de getuigen brengen? Die grazen zijn hier al getuigen. Die bloed is al getuigen. De spoor is al getuigen. En tot waar is getrokken is al getuigen. Wat moeten we meer bijbrengen? Ja, heer Chotu, u zei allemaal dat jullie een bepaalde vermoeden hebben wie dit heeft gedaan. Is de politie bij die mensen geweest? Politie, ik weet niet of de politie bij hen is geweest. We hadden ook achtervolgd die mensen gisteren. De politie was er niet bij en toen heb ik de politie weer gebeld. Misschien zijn ze bezig die vlees te distribueren, maar toevallig was het niet in die wagen. Maar er bestaat een vermoeden van een spatio, een witte gelakte. Mijn schoondochter heeft gezien en de buurvrouw van overkant heeft ook gezien, duidelijk, dat die wagen daar is gestopt tussen 10 en 1 uur. En volgens mij is dat ding daarin gezet en ergens anders gebracht. Dus iemand anders heeft geslacht en iemand anders heeft opgekocht? Dat weet ik niet precies of gekocht is of daar gebracht is om door te verdelen of te verkopen. Maar het verdenking is dat het hier is, want iemand anders kan niet iets slachten en op mijn erf komen brengen. Want de persoon die gedaan heeft, het is precies op zijn erf gegaan. En is het de eerste keer dat uw dochter iets dergelijks heeft meegemaakt? Nou, kippen en doksen waren gestolen, maar ze hadden daarmee geen moeite. Ze zeiden, oké, wie weet wie het gedaan heeft, maar nu is het een groot probleem. Is het erger. Ja, maar vaak genoeg zeggen men dat Boiti rustig wonen is, vooral hier aan de Wayamuweg. Ik zie dat alles uitgestrekt is, alles rustig is, maar dieven slaan hun slag toch hier? Dieven hebben meerdere malen hier hun slag geslaan. Hele Wayamuweg weet wie die personen zijn. En, maar is er steeds aangifte gedaan? Ja, er wordt aangifte gedaan, maar ik weet niet wat de politie nu doet. Ja, ja. Dat wil ik weten wat de politie ermee gaat nu doen. Want als er zulke dingen gebeuren en de politie vraagt ons, breng getuigen. Hoe ga ik brengen? Dan moet ik de hele dag daaraan gaan zitten. Ja, maar dat er een schaaf of een geit geslacht is, dat is wel de eerste keer? Dit is de eerste keer. Ja. Dus als u even kunt wijzen, heer Chotu, daar is geslacht? Ja, kijk. Kijk die. Het is helemaal duidelijk vers bloed. Kijk die tot naar beneden, kijk. Het is niet iets dat het niet duidelijk is. Het is vers bloed. En dat heeft men, wat heeft men dan gedaan? Men heeft dan gewoon doorgetrokken en naar daartoe gebracht? Naar daartoe gebracht. Er is een gootje hier. En dan kan je die hele maal, die trap zien,
hoe die mensen getrokken hebben. En ik heb de politie daar ook gewezen, waar die prikkeldraad is, daar is ook bloedsporen. En van daaruit hebben ze naar hun huis gebracht en van daar hebben ze weet niet waar gebracht. Maar de politie heeft de sporen wel gevolgd? Dat volgt. Ik heb met moeite hun gezegd om daar te gaan. Ik was samen met hen en ik zei, jullie moeten dat ding gaan kijken. En kijk, dan hebben we bloed daar ook gezien. Maar bent u van oordeel dat de politie een dergelijke zaak wel met ernst behandelt? Of vindt men dergelijke zaken niet erg belangrijk? Nou, ik denk dat de politie moest aanhouding hieraan hebben gedaan. Want die bloedsporen, dat zijn duidelijk. En de spoor waar dat beest is gegaan, geslacht en gebracht, het is duidelijk. Dus niemand anders kan het zijn. Ja, ja. Welke oproep zou je dan van hieruit toch wel willen plaatsen, nogmaals naar de politie toe? Ik wil de politie. De politie is mijn kameraad. Ik ben altijd voor politieagenten. Want ik ben al 64 jaar en nooit ben ik in aanmerking met de politie. Ik heb nooit een boete betaald. Maar ik vraag de politie, treden jullie op om in deze ding, anders gaat het uit de hand lopen misschien. U bent mevrouw Gourbin. Het was uw beest. Ja, ik ben mevrouw Gourbin en het was mijn beest. Heeft u een vermoeden wie dit gedaan zou kunnen hebben? Als u zelf kijkt naar de sporen, waar leiden de sporen naartoe? Het kan niet zo zijn dat er iemand anders op je erf zomaar terechtkomt. En mijn beest is geslacht, u ziet het, vlak hier is het geslacht. En ik weet niet als het bloed al is opgedroogd. Nee, het is nog vers. Het is nog vers, dus u kunt het zelf voelen. En ik heb dit gedaan, alleen zodat mensen dit ook kunnen zien. Agenten hebben dit niet gezien, want ze waren blind. Ze hebben gezegd, het is droog bloed, terwijl het geen droog bloed is, geen oud bloed is. Het is vers bloed. En agenten hebben niet opgetreden zoals ze moeten optreden. Wat zou er volgens u dan gedaan moeten worden? Als bloedsporen leiden naar iemands huis toe, naar iemands erf toe, moet, denk ik, de agenten kunnen optreden. Zij moeten als het ware die personen kunnen oproepen om verder te ondervragen waar ze zijn geweest, waar ze waren, hoe het is gebeurd. Ik ken die vragen niet, maar tenminste oproepen om verder te gaan ondervragen. Want dit is niet de manier waarop je omgaat. En het is moord. Moord op mijn beest. Het is een moord. Jij hebt het niet met mijn... Rust, ik begrijp dat u een beetje emotioneel bent, ja. Het is niet op mijn zeggen gebeurd, hè. Je hebt mijn beest vermoord. Het is moord. Als een agent dit zou komen aantreffen, stel eens voor iemand zou vermoord zijn, zouden ze mij of mijn man zeker oppakken om weg te brengen. Maar omdat het moord is op een beest, gaan ze dat niet doen. Zeggen ze hebben getuigen nodig. Lopen die dieven met getuigen? Is het niet agentenwerk om verder te gaan onderzoeken, om al die mensen, die hele kliek, te gaan aanhouden? Het is niet een klein groepje, meneer. Het is een heel groot groep die daar komt en alles onderling samen doet. Okay. Ik begrijp dat dit wel de eerste keer is dat men van u geslacht heeft, maar ik begrijp dat er vaker kippen en doksen van u wordt gestolen. Inderdaad. Om deze mensen kweek ik geen kippen en doksen meer. Maar kippen van mijn manse neef, die vlak naast ons woont, hebben ze 2 weken geleden ook gestolen. Maar wanneer zoiets gebeurt, heeft hij dan nog zin om geiten en schapen te kweken? Ik ben sinds morgens niet in mijn hok geweest. Sinds morgens ben ik niet geweest in mijn hok om naar mijn geiten te kijken. Terwijl ik ze, als ik thuis ben, normaliter ga ik de hele dag naar mijn hok toe. Ja, ja. Maar kweekt u uit liefde of kweekt u voor de verkoop? Uit liefde. Ja, ja. Uit liefde doen we dat. We zien enkele viervoeters daar. Ik zie een kalf en nog wat geiten. Zijn dat allemaal van u? Ze zijn allemaal van mij. Okay. Allemaal van mij. Maar vreest u niet dat dat ook allemaal geslacht kan worden? Dat vrees hebben we wel. Ja. Hoe is het hier aan de Wayamuweg? Vaak genoeg zegt men, Boiti is rustig leven. Je kan je deuren, ramen open laten. Niemand komt, geen dieven. Maar ik zie dat het hier toch wel een beetje anders toe gaat. Nee, we kunnen dat niet zeggen. Mm-hmm. Want ik heb thuis bij me al zelf ervaren. 5 jaar geleden, op de nacht van 18 en 19 januari. In de ochtend van 18 op 19 januari. Is er bij mij thuis ingebroken. Alles hebben ze weggedragen en tot de dag van vandaag heb ik niets teruggevonden. En weet u, die sporen gingen van daaruit. Dus jullie hebben wel een bepaald vermoeden wie dit doet, maar de politie treedt niet op? We hebben vermoeden, sterke vermoeden.
Bloedsporen leiden daar naartoe. Ja. Bloedsporen leiden naartoe. We hebben sterke vermoeden, maar er wordt niet opgetreden zoals het moet. Wij moeten zelf mensen gaan achtervolgen, maar we kunnen niet op mensen hun erf gaan om te gaan nakijken. Dus jullie moeten politie spelen? Wij moeten politie spelen in dit geval, maar wij zijn niet bevoegd om op mensen erf te gaan, om mensen te gaan ondervragen. Daarvoor zijn de politieagenten. Kom on, politieagenten, doe je werk. Ga niet alleen achter vrouwen aanzitten, want wanneer een man een vrouw belt van ik word geslagen, rennen ze met die pro zonder één vraag te stellen. Maar gisteren bel ik de politie en weet u hoeveel vragen ze me stellen? Ondanks ik mijn naam doorgeef, mijn adres doorgeef, komen ze me nog 1000 vragen stellen. U vindt dat u dus onheus ook behandeld bent? Helemaal. Ik ben onheus behandeld. En dan zeggen ze, het is geen vers bloed. En het kan iemand anders zijn die vandaar is gekomen om te stelen. Wie gaat van jouw erf komen om te stelen? En als er andere sporen waren, zou het gezien zijn. Waarom zijn die andere sporen niet gevonden? Er zijn geen andere sporen meer te vinden. Alleen één spoor wat naar daartoe leidt. Kunnen de agenten niet daarachter komen? Come on. Het zijn agenten van Suriname, maar ze deugen niet. Welke agenten van welk resort opereert hier? Santo Boma. Okay. Santo Boma. Nou, goed, mevrouw Gorbien. Ik hoop dat uw oproep naar die agenten om toch wel wat behulpzamer te zijn. Want uw vader die zegt het heel mooi. De politie blijft jullie kameraad. Maar laten we in deze hopen dat de kwaadwilligen hiermee stoppen. Dat ze jullie met rust laten. En dat jullie in alle rust... Dat jullie en jullie beesten hier in alle rust kunnen leven. Dank u wel en laten we hopen dat dit niet meer met jullie gebeurt. Graag gedaan, meneer. Dank u wel. Onlangs is een 26-jarige man door de politie van Para aangehouden en in verzekering gesteld ter zake bedreiging en poging tot zware mishandeling. Hij heeft de 70-jarige vriend van zijn stiefvader bedreigd en bekogeld met een steen. De senioren burger was in de middaguren thuis bij zijn vriend, de stiefvader van de 26-jarige man, om die te helpen met wat werkzaamheden. De twee vrienden luisterden daarbij naar een radioprogramma. Naar aanleiding van wat zij gehoord hadden, ontstond tussen hun een politieke discussie. De 26-jarige stiefzoon ging met de discussie bemoeien en werd op een gegeven moment zo agressief dat hij de 70-jarige man begon te bedreigen. Vervolgens raapte hij een steen op en gooide die naar de man. Die wist de steen te ontwijken, waarna de verdachte de steen weer opraapte om die weer naar de seniorenburger te gooien. De huisgenoten van de verdachte konden dat beletten door hem in bedwang te houden. Er is aangifte gedaan en de verdachte is zoals eerder aangegeven aangehouden en opgesloten. De politie doet een beroep op de samenleving om crimineel gedrag achterwege te laten tijdens discussies of meningsverschillen. Suriname is een democratische rechtsstaat waarin een ieder vrij is zijn of haar mening te uiten, waarbij men ervoor dient te zorgen dat de hier te lande geldende rechtsregels niet geschonden worden en dat men ook rekening houdt met de in ons land geldende fatsoensnormen. Laten wij eens zijn om met elkaar oneens te zijn. Aldus de public relations van het Korps Politie Suriname.